We kijken naar het schilderij De Krijn. En het toont gewoon een boekenplank op het eerste gezicht. Maar als je beter bekijkt, dan is dat niet zo. Want in het midden staat de Belastingalmanak 2011. En die heb ik geplaatst tussen boeken over criminaliteit. Zoals de maffia en Capone en Peter R. de Vries staat ertussen. En Baantje in de Kok. Want daar hoort het volgens mij thuis. Want ik heb het gemaakt als een protest. Vanwege de belastingverhoging die onlangs is ingevoerd op de kunst. Dit is van 6% naar 19% gegaan. En als je het rekensommetje doet, is dat een stijging van 12%. En dat zie je ook op de sticker staan. En die bruine strook aan deze zijkant, dat is onbeschilderd paneel waar ik op werk. En dat is 12% extra. En dat krijg je er gewoon gratis bij. Onder rechts zie je boeken over kunstenaars van Caravaggio en Cellini. Beide waren nogal temperamentvolle mensen. Wat een beetje inhoudt dat ze allebei wel moorden gepleegd hebben. Ik heb het schilderij gesigneerd daarnaast. Niet omdat ik zelf ook een keer een crimineel word, maar of vanwege belastingontduiking misschien. Maar omdat ik natuurlijk ook gewoon een kunstenaar ben.